Ik ben zo'n ei. Het is niet normaal. Alle Feyenoord-fans en PSV-fans, dit is de schaal. Is het niet beter voor jou om gewoon een eenpersoons bed te nemen, aangezien jij toch niks fixt? Yo! Heb je al verteld vannacht? Nee. Middernacht! Het was middernacht. Ik hoor opeens... Dames en heren, jongens en meisjes, goedemorgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Oh, zo, die is eruit. Ik ben zo'n ei. Het is niet normaal. Net zag je een shortje dat ik in de auto zat. Zat ik in de auto, wilde ik mijn navigatie doen naar Haarlem. Kijken hoe lang het zou duren. Ben ik mijn telefoon vergeten? Ik kom nu echt 100% laat. Fuck! Ik was onderweg naar Hidde. Ik zou vandaag gaan sporten om 11 uur. Het is nu 5 voor 11. Dus als ik beneden ben, dan ga ik even snel Hidde bellen. Vraag of hij überhaupt nog zin heeft om te komen. Want misschien heeft hij weer daarna een volgende klant. Maar goed, ik ga zo even Hidde bellen en vragen of het nog zin heeft. Maar... fuck. Nou jongens, nogmaals, goedemorgen. Het is weer echt een rommelige ochtend. Ik moest weer snel mijn bed uit. En ik ben snel het huis uitgerend. En toen heb ik alleen mijn camera meegenomen en mijn sleutels. En toen was ik mijn telefoon vergeten. En kijk, normaal gesproken zou je denken van ja, weet je wat, ik ga wel even naar Haarlem en dan laat ik mijn telefoon even liggen. Maar ik heb mijn telefoon gewoon echt nodig om Insta filmpjes te maken, om te bellen, om dat soort dingen te doen. En ik blijf ook deze middag in Haarlem waarschijnlijk. Dus ik had hem echt nodig. Maar het is zo fucked up, want waarschijnlijk, ja, ik kom nu gewoon sowieso 20 minuten later. Oh man. Maar goed, ik neem jullie vandaag weer mee. En vanmiddag ga ik waarschijnlijk met Willem spulletjes kopen voor het huis. Planten. We gaan gewoon eventjes kijken bij allemaal winkels of er leuke spullen zijn nog voor in het huis. Want er moet nog best wel veel gebeuren. Gewoon allemaal de afwerkingen, zeg maar. We zijn er. We zijn er. Jongens, we zijn binnen. We hebben het gehaald. Op tijd. Op tijd. 20 minuten te laat. Alweer. Ja, oké. Nee, het gaat de laatste tijd echt niet goed, jongens, met op tijd komen. Maar je probeert het wel elke keer. Maar vorige keer was nog heftiger, weet je wel? Vorige keer moest ik bij iemand zijn in Arnhem, weet je hoe lang ik te laat was? Ja. Dat kan echt niet. Anderhalf uur, dat kan niet. Maar wel met communiceren tussendoor, van yo man. Ik ben te laat, dan weet je. Ja. Ja, nee. Maar goed, jongens, we gaan gewoon weer lekker trainen. En Tom gaat ons weer trainen. Naar ons, ik ben eigenlijk alleen vandaag. Willem die wilde niet mee. Willem, slappe. Ja, Willem is echt een slappe. Echt een slappe. Ik weet helemaal niks aan. Nee, echt. Nou, en Niek ook. Niek is ook al een tijdje niet mee geweest. Nou, dan gaan we gewoon met z'n tweeën, toch? Ja, echt dan. Lekker knallen. Lekker deadliften. Nou jongens, let's go. We gaan eens even wat gewichten tillen, jongens. Daar gaan we. Dit is het laatste setje, toch? Ja, het laatste. Dat ben ik klaar. Het laatste. Wat wil je dan doen? Het laatste setje. Kom maar, jongen. Jij kan dit! Ik kan het! Dames en heren, 90 kilo. Ja, nu kan je opeens wel veel tillen. Ja, ik kan weer hier voor omzetten. Dus nu is het wel sterk. Ja, nu is het wel sterk. Trek jezelf erin. Mooi. Doe je knieën naar buiten. Op! Tom, ik ben een beetje kapot. Ik ben een beetje kapot, ja. Ja, dat is pech. Wat gaan we nu doen? We gaan even lekker die armen slopen. De armen slopen? De armen slopen, ja. Gaan we de armen slopen? Ja, helemaal kapot. Een beetje lekker spierballen creëren. Oké, let's go. Dat gaan we doen. Even spierballen creëren, jongens. Let's go. Wat gaan we doen? Ik heb ook zin in koffie. Of is het raar dat ik dat nu zeg? Nee jongens, eerst even trainen. Furt, het heeft geen zin. Stop maar. Furt, hoeveel je ook traint, je komt er nooit bij, Furt. Je bent niet lenig genoeg. Furt, het lukt niet. Als je een ruggengraat hebt, dan lukt het gewoon niet, Furt. Ik snap dat je er moeite mee hebt, maar... Dan moeten wat ribben weg dan. Furt, hoe lang je het ook probeert... Je komt er niet bij. Het lukt niet. Jongens. Haalt ook oortjes in, dus hij hoort het niet. Focus. Ik word gewoon gestoord. Ja. Doei, Furt. Doei Tom, het was echt super gezellig. Volgende keer even iets beter, best. Oh, ik heb weer dat ik mijn trilhandjes heb. Nee, volgende keer moet hij gewoon op tijd komen, eens een keer. Dat is altijd te laat. Maar Jason, was best wel echt. Jason Trill. Ja, jongens, volgende keer kom ik op tijd. Beloofd. En Niek,
Waar ben je nou, jongen? Waar zit je nou, jongen? Schaminkel, waar mis je, jongen? En waar is Willem? Ja, waar is Willem? Willem rekenen we niet meer op. Nee. Zit lekker in Marbella, even lekker zo. Maar, lekker, man. Is goed, jongens. We zien jullie graag anders. We gaan lekker weg. Godzidori. Dat was hem weer een training. Oh, we hebben allemaal oefeningen gedaan voor je rug, deadliften, en dat is best wel zwaar altijd. Dus ik voel hem nu best wel in mijn rug. Maar ik ga nu eventjes langs de zaak van mijn pa. Ga ik eventjes een koffietje halen nu ik toch in de buurt ben. En dan ga ik weer richting huis. En dan gaan we eventjes lekker winkelen en spulletjes kopen voor het huis. Want er is nog veel nodig. Zo, ik heb een heerlijk koffietje gedronken en ik heb een sinaasappel meegekregen van mijn vader. Die zei van, ga maar eventjes eten, krijg je veel vitamintjes binnen. Dus die ga ik even thuis lekker opeten. Ik ga lekker richting huis. Maar ik hoorde net van mijn vader, die heeft, hij zit echt zeg maar in de kantoorinrichting, mijn pa. En die heeft donderdag een afspraak met iemand die planten verzorgt, zeg maar. Die heeft allemaal, die verkoopt zeg maar planten en die heeft een hele nieuwe collectie. Dus ik denk dat ik nog geen planten ga kopen voor in huis. Ik wilde eigenlijk naar de intratuin gaan en daar gewoon, weet ik veel, allemaal grote planten kopen voor op het balkon. Voor in de woonkamer. Maar daar ga ik nog eventjes mee wachten. Maar we gaan wel andere spulletjes kopen. Zoals kunnen schilderijen kopen. Of voor de kaarsje dingen. We zien het allemaal wel. Ik ga eventjes naar huis en dan ga ik eventjes ontbijten. Want ik heb nog steeds niet ontbeten. En dan gaan we lekker winkelen, jongens. We gaan winkelen! Jongens, het blijft zo gek. Ik sta net in de lift met nog vier anderen. En het blijft gewoon zo ongemakkelijk. Ik stond echt zo... En iedereen kijkt een beetje zo half naar beneden. Maar wat is dat toch met die liften, zeg maar? Maar het is ook een beetje ongemakkelijk, zeg maar. Waar ga je het dan in godsnaam over hebben? Ga je dan zeggen, ja, ga wel lekker redden. Want het zijn nu allemaal zeg maar, nog wel bouwvakkers die, zeg maar, nu... zeg maar, allemaal hier werken. Dus ja, wat moet je dan zeggen? Moet je dan zeggen van, gaat wel, schiet wel op, hè? Ja, dus iedereen staat zo met zijn hoofd zo naar beneden, zo. Ik weet niet, liften... Ik blijf het gewoon gek vinden. Hey, Willem. Hey, Willem. Wat? Handjes, hey. Wat ga je doen? Ik ga zo weer sporten. Ga jij sporten? Ja. Waarom heb je dan van die casual kleding aan? Alsof je op een date gaat, zeg maar. Casual kleding? Hap, 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 hap! Hé, waar is Ruud? Die is naar Perla. Oh, daar kom ik echt net vandaan. Ja. Ik heb daar net koffie gedronken. Goed. Ik heb al gesport vandaag, Wimpy. Wat heb je gedaan? Ik heb mijn rug getraind en ik heb mijn armen getraind en ik heb mijn camera vast. En deadlift, toch? Ja. Ja. Dus je rug, toch? Ja, ook, maar ook je benen. Oké. Hey Wim, wat is jouw planning vandaag? Ik moet sporten en naar school. Wat dan? Wat wil je doen? Ik wilde eigenlijk even dingetjes gaan kopen voor het huis. Wat wilde je gaan kopen? Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Planten nog niet, want mijn pa die gaat straks naar een leverancier voor klanten. Planten. Planten met planten. Ja, precies. Maar we hebben daar bijvoorbeeld hier nog een soort van dingetje nodig, zodat de kaarsvet niet op de tafel komt. Ja. Daar kun je nog een schaal kopen, misschien iets van die kunst of iets. Ik zou ook te denken om een spiegel in de gang. Ja, kunnen we ook halen. Dat gaan we nooit kunnen vervoeren. Jawel, weet ik veel. Dat verzinnen we wel. We verzinnen wel iets. Maar heb je daar tijd voor als je even naar school gaat? Ja, dan ga ik nu sporten en dan kunnen we. Willem, die is teruggekomen van trainingskamp. Wim, hoe was je trainingskamp? Zwaar, weinig slaap, veel drinken. Veel drinken? Heb je gedronken? Ja, dat hoort een beetje bij. Maar goed, maar jij wilt een leuk verhaaltje vertellen. Nee, ik kwam gisteren thuis en ik had natuurlijk hier wel gemist. Dus ik zei, hey Google, ik heb je gemist. Ja, ik ben blij dat je terug bent. Het is toch fijn dat iemand dat wel zegt. Ja, wij zeiden het niet. Nee, klopt. Maar dan vraag ik maar aan Google. Ja, Google is mijn beste vriend. Hey, ga eens even sporten dan. Waar wacht je eigenlijk zeg maar op? Moet ik heb een zin maken. Misschien nog één koffertje en dan ga ik ervan doen. Ja, doe jij dat eens eventjes. Heb je 40 gebost in Marbella, net als K.A.? Ik weet het helemaal niet zien. Wat heb je gedaan? Ja, K.A. is zo'n rapper. Die vinden wij gewoon heel grappig en ook gewoon hard. Weet je, dan zegt ze van, we bossen 40 in Marbella weg. Maar als het wil, dan ga ik weer naar daar. Dus Willem die heeft 40 gebost in Marbella. Maar ja, K.A. bedoelt natuurlijk 40k. Maar Willem die heeft 40 euro gebost. Wie zegt dat? Ja, eigenlijk zegt hij dat niet, hè? Nee. Misschien is het inderdaad wel gewoon 40 euro. Zal ik gewoon ook weer rap maken? We bossen 40 in Marbella weg. We bossen 50 in Ibiza weg. Oké. Hij is terug. Zullen wij zo gaan winkelen? Wat voor winkel wil je? Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Ik weet dus niet waar we alles kunnen halen. Okay, we hebben een spiegel nodig. Een spiegel hebben we nodig. We hebben een spiegel nodig. Maar? Als we nou ook nog... Als we er toch heen gaan, kunnen we net zo goed ook gewoon een spiegel meenemen. Ja, maar...
Dat is wel lastig hoor. Kijk, wacht, ik ga jullie even laten zien waar wij de spiegel willen. We willen eigenlijk zo'n grote spiegel in de gang, dat als je de deur uitloopt, dat je gewoon nog eventjes naar jezelf kan kijken. Hè? Nee, kijk hier, dit is best wel een kale muur, zeg maar. En dan willen we hier zo op de grond een spiegel hebben staan. En het liefst met een soort van, een houten lijst omheen, zeg maar. Maar ik denk dat je dat het best kan halen bij de IKEA. Ja? Ja, dat denk ik wel. Naar de IKEA. Naar de IKEA, we gaan naar de IKEA. En we hebben nog een beetje kunstdingetjes nodig. Hier moet nog een schilderij komen. Daarboven, zeg maar, hier zo, moet nog een schilderij komen. Wat willen we met die plankjes? Dat vraag ik me. Ja, kijk, die plankjes die hebben helemaal aan het begin, heb ik die ooit geschilderd. Maar die horen eigenlijk hier te komen. Die horen zo hier te komen hangen zo. Of daar en daar. Met een plantje bovenop en misschien zeg maar deze flessen die nu hier staan, dat die dan zeg maar daar bovenop komen staan. Alleen, ik ben benieuwd. Als iemand nu kijkt en die heeft toevallig een bedrijf in mooie schilderijen of die heeft vette kunst, vette kunstdingetjes. Wel, laat even weten in de reacties. En best wel kleurrijk. Ja, een beetje kleurrijk, een beetje leuk. Laat maar even weten als iemand toevallig iets met kunst doet. Want wij willen kunst. Ja. Want wij zijn hele zachte. Moeten we ook niet nog, want dat is wel een leuk idee, in het begin op die drie schilderijtjes. Ja, maar eigenlijk dat moeten eigenlijk gewoon stomme foto's van ons zijn. Maar gewoon ja. We willen dat niet nog. Ja, maar dan kijk, stomme foto's van jou, die kunnen we wel makkelijk vinden. Maar kijk, moet ik wel ook even een stomme foto van Ruben en van mij vinden. Laat me even weten wie stomme foto's van Vincent wil. Nee, kijk, we hadden een heel erg leuk idee om straks in de gang van iedereen een foto. Ja, om van iedereen een foto op te hangen en dan de onderste van de bijnaam. Bijvoorbeeld, Willem noemt me soms wel eens Wimpy of zo. Of van een soort van een quote van iemand eronder. Ik ben Visnet. Kijk. Ik ben Visnet. Terwijl, wat was ik toen aan het doen? Oh, je was Call of Duty aan het opnemen toen. Met Legends of Gaming, ja. Oh ja. De sportoutfit is uit bij mij. Ik heb me normaal omgekleed. Ik heb me normaal omgekleed. Nee, leuk hoor Willem, jij ziet er ook goed uit. Zeg maar, jij bent in sportkleding alsnog gewoon echt een knappe jongen. Jij ook, Vincent, want jij hebt mijn kleding aan. Ik heb jouw kleding helemaal niet aan. Vanochtend waarschijnlijk wel. Nee. Echt niet? Nee. Andere broek. Ja? Ik heb alleen jouw broek, maar die heb ik niet aangedaan. Let's go naar de IKEA! Vincent. Ja. Je weet dat ze ook prullenbak hebben uitgevonden. Ja, ja. Ik weet niet of je dit. Maar wat doet die tandenborstel daar? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Was je op vakantie of zo? Nee, ik weet eigenlijk maar niet. Maar serieus, hoe komt die tandenborstel daar? Nou, ik denk dat ik die een keer heb meegenomen. Ik had altijd een tandenborstel in mijn tas. Maar ik weet niet waarom die. Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk oprecht niet. Oké, okay. Maar hoe lang is dit? Een weekje? Nee, dit was toevallig, toen was ik heel veel aan het rijden, want toen gingen wij naar een studio en naar Arnhem en allemaal rare plekken, dus het is gewoon een beetje veel. Oké, okay. Kan gebeuren. Ja, ik kan hier ook niet, dan doen we af en toe een. Zijn we weer. Vindt IKEA blijft wel een moeilijke winkel. Ja, het is heel leuk, maar ook heel kut. Ja, omdat je mondkapje op Willem. Godverdomme Willem. Sorry, hij zit toch op? Er zijn niet regels, Willem. Nee, maar wat je bedoelt, er zijn zeg maar zoveel spullen. Wat zit je nou eten? Doe, wat zie je nou eten? Kutte man. Die gele man van die kerel op zijn rug. Oh. Nee, oh, dat deed het voor. Jongens, we zijn eventjes ergens aangekomen, maar dit is natuurlijk ook best wel leuk. Gewoon zo'n dingetje voor buiten. Hoe heet die? Zoek het even. Topper. Topper. Dat is toch topper? Oké, maak daar even een foto van. Ja, ik was... Maar is dit dan een toppig klein of zo? Dat is precies dezelfde. Toppig mini is dat. Oké, nou leuk. Als we nou gewoon een buiten ook nog zo'n tafeltje hebben, dan kunnen we deze dingetjes daarop zetten. Of je zet ze gewoon in het hoekje neer, dat kan ook hè. Ze hoeven niet eens op een tafel te staan. Dit zag ik al gelijk staan, dat is een goede plant voor mijn badkamer. Want de andere plant die ik eerst in mijn badkamer had, die is helemaal naar de kloten. Ruben zegt misschien nog extra borden en messen. Ja, goeie. Goeie, extra borden en messen. Zo, dit is lekker. We nemen nog maar twee van deze mee. Maar pik, dit is echt goed. Hier, even boekje voor buiten. Kijk, het is een soort van, het bounce een beetje. Weet je wat we ook kunnen doen? In onze hoek waar we niks hebben staan, gewoon zo'n leeshoek maken. Met een drankdingetje. Een leeshoek? Nee, niet als je een leeshoek Willems, maakt. Willem, hou op nee, man. Maar... een leeshoek? Nee, ik bedoel zo'n lounge. Nee, zo'n Wim, nee. Nee, zo'n lounge. Nee, ik ben er klaar mee, Wim. Je blijft maar lekker zitten daar. Kijk, zoiets hebben we dus nodig. Gewoon een plaat waar we dan de kaars op zetten. Want nu hebben we elke keer als we de kaars uitblazen dat allemaal kaarsvet op de tafel komt. Zal ik die gewoon pakken? Neem gewoon mee. En als het niet staat, dan pleur het gewoon weer weg. Ja,
Ik weet, ja, het is best wel lastig, want nou, die kaarsenhouders van ons, waar de kaarsen zeg maar in staan, die zijn ook van goud. Dus we gaan ook nog een goud bad eronder doen. Ik weet niet of dat mooi is. Maar goed, we nemen hem gewoon mee en we zien het wel. Hè? Huh? Het glad is. Is hij glad is? Ja, het glad is. Oh. Hier, hij is gewoon glad is. Ja. Tim, mooi meegenomen. Voor alle Feyenoord fans en PSV fans, dit is de schaal. Oh, ja, nu ga je het krijgen, Wim. Nu ga je het krijgen. Hé, hey, Wim. Is het niet beter voor jou om gewoon een eenpersoonsbed te nemen, aangezien jij toch niks fixt? Voor de logiers? Nee, gewoon voor, zeg maar, voor jezelf. Hoezo? Want je hebt toch nooit gasten. Ja, maar mijn ego moet toch naast me slapen. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Nou, jongens, het gaat zoals je ziet nog niet echt helemaal goed. Hé! Hey. Nou. Kijk, je ziet naar spiegels staan, maar die zijn, wel heel lelijk. Ja. Nee, dit is dus echt... Ja, maar we willen hem ook niet staand hebben. Deze zou wel mooi in jouw kamertje staan. Nee, man. Nee, dit is echt totaal niet wat we zoeken. En kijk. Ja, eigenlijk moet gewoon eentje hier opgenomen. Ja, en een mooie met echt zo'n houten kaft, zeg maar. Niet met zo'n... Kaft? Nou, ja, lijst. Lachen. Nou, jongens, soms hebben we gewoon te weinig borden en te weinig bakkies. Met dus ploei er maar in, jongen. Kijk jongens, weet je wat het voordeel is van door de IKEA lopen? We komen wel aan onze stappen. Hey. Dat je die 10.000 haalt, dat is toch lekker? Ja, dat is toch lekker. Rondje IKEA, hoeveel kilometer zou het zijn? Geen idee, maar kijk, ons doel is natuurlijk ook 10.000 stappen halen op een dag. Maar, file. Oh, file. Het is druk. Oh. Wat ik doen? Hey! What the fuck? Yo! Ben je ook lekker aan het winkelen? Ja, voor Natalie toch? Lekker pik, ja wij ook. Fucking toevallig. Kom je hand mee tegen. Ja. Die was echt slecht. Kijk jongens, zo'n plant is wel ongeveer wat wij in de hoek willen. Alleen misschien is hij net even iets te nep of zo. Ik weet het niet. Maar weet je, dus, als wij een echte gaan nemen, dan is hij binnen een week ook weer dood. Dus we moeten ook niet te moeilijk gaan doen. Ja, of we moeten het gewoon echt water geven. Ja, dat is ook wel waar. Hé hey, jongens, ik vind planten en groen in het huis toch wel echt een ja, echt wel, het moet wel. Moet je even wat voor het balkon hebben? Ja. Want dat ziet er echt een stuk... Ja, maar moeten we dan een echte hebben of moeten we dan ook een nep hebben? Op balkon kunnen we wel een echte doen. Ja, daar komt sowieso wel water. Ja, de echte staan volgens mij daar, dus dan moeten we even een echte gaan zoeken. Want op balkon, een plant is echt wel leuk. We zagen dat toevallig bij iemand anders die ook nu beneden woont. Die heeft ook een plant op zijn balkon, een grote plant. En het ziet er echt goed uit, dus wij willen dat ook zoeken. Het is ook wel toevallig. Loop je in de IKEA, kom je hand weer gewoon tegen. Maar hij was met Nathalie, maar blijkbaar gaan zij schilderen of zo. Maar lachen! Heel toevallig. Nou jongens, we hebben een beetje onze kar gevuld. We hebben een wasrek, een fruitschaal, dan daaronder het gouden ding waar de kaars op kunnen zetten en een extra bordenset en messenset. Moet je nog iets van glazen hebben ofzo? Nee, glazen hebben we genoeg. Genoeg glazen. Ja, ik denk dat we zo wel even, alles hebben. En zo'n spiegel moeten we even ergens anders kopen. Ik vond dat hier echt heel... Ik heb maar twee spiegels zien in heel de IKEA. Van die staande, zeg maar. Alleen, ik wil toch wel echt wel een mooie spiegel, weet je. Ik vond deze ook echt niet zo mooi. Nee, maar je moet een beetje een brede ook hebben. Ja. Kijk eens even wie er weer is. Hey jongen. Dag meneer. Oh jongens, ik heb zo'n zware dag gehad vandaag. Waarom? Ik heb verteld vannacht. Nee. Oh. Ik ga het wel even vertellen. Ja, ik kan het ook wel vertellen. Ik wil mijn verhaal. Ja, maar ik wil mijn kant van het verhaal vertellen. Middernacht. Het was middernacht. Ik hoor opeens... Maar echt geen grap. Hij kan dat wel, man. Ja, dus en toen dacht ik van, hè? Wat hoor ik nou? Is Ruben of aan het feesten met iemand en zit hij te raar te schreeuwen? Weet je wel, ik dacht, en toen keek ik op mijn telefoon, het was 5:00 en opeens dacht ik zo, werk een beetje half wakker en hoor ik weer. En toen dacht ik van, what the fuck? En toen ging ik kijken, toen was je gewoon aan het kotsen, man. Ja, ik werd gewoon wakker om 4:30 en ik was opeens heel misselijk. Ik denk, nou, ik heb een wc voor de zekerheid. En ja hoor. Wat heb je verkeerd? Wij hebben allebei hetzelfde gegeten. Ja, hetzelfde. Ik denk dat Ruben een beetje veel gedronken heeft. Ja, maar we hadden gisteren niet eens gedronken. Nee, we hebben niet gedronken. En eergisteren ook niet. Nee, dus dat was heel gek. Maar ik weet niet, misschien heeft je maag gewoon ergens aan gekregen. En je hebt natuurlijk ook wel die medicijnen voor je hart. Dus het kan ook wel zijn dat er iets misschien met die medicijnen aan de hand was. Ja, dus ik heb vandaag 1 appeltje gegeten. Jezus, wil je tosti? Oh, jij lust geen kaas. Dat is ook wel een beetje moeilijk. Als je geen kaas lust. Ja. En om 7:00 was het weer raak, hoorde ik weer... Toen ging het echt lekker. Ja, pik, toen ging je wel echt hard, ja. Echt grote stralen gewoon. Ja, ik zag het, man. Ik zag dus het. Als je nu lekker aan het eten bent, denk even aan mijn kots. Willem is aan het eten. Oh, nou, eet smakelijk, Wim. Lekker hoor, daar zitten we weer. En wat gaan we kijken? Oh, Lord of the Rings. Het is wel lang geleden. Maar jongens, we gaan weer even lekker doorkijken. Zo, kijk, we hebben een beetje een probleem. Want meestal is Ruben natuurlijk de kok in huis. Ja. Alleen, Ruben die hoeft geen eten, omdat hij nog steeds een beetje misselijk is. Dus, dan maar een heerlijk pastaatje.
Zo, nou Wimpy, we hebben weer een Lord of the Rings film op zitten. Ja. Ik ben eigenlijk wel even klaar mee. Maar, ik kwam er dus laatst ook achter dat deze tv, die heb ik natuurlijk gekregen van Sony. Dit is een Sony X90J, een 65 inch. Maar kijk, dit heet Bravia Core. En dat is eigenlijk een soort van een streaming platform van Sony zelf. En Sony maakt ook zelf films, zoals Spider-Man en zo. Dus die staan allemaal op Bravia Core. Dus wij gaan eventjes een goede film uitzoeken. Ben benieuwd. En dan gaan we dat kijken. En jongens, ik moet trouwens nog steeds zeggen, ik ben zo blij met deze tv. Want wij gebruiken heel vaak ook AirPlay 2, dat je gewoon echt je beeldscherm hierop kan doen. Wacht, dat kan ik trouwens wel even laten zien, dat is best wel leuk. Dan doe ik dit, en dan doe ik dus hier huiskamer. En dan heb ik dus hier gewoon mijn telefoon op de tv. En ik, ja, wij gebruiken het ook heel vaak om gewoon bijvoorbeeld snaps te laten zien of ja, zo. Ja, het is even, als je bijvoorbeeld een leuke avond hebt gehad, dat je even alle herinneringen doorgaat en even met z'n allen kijkt. Ja, dat is fucking chill. En wat natuurlijk top is, je hebt altijd alle films in 4K. Het is een Ultra HD 4K met AirPlay 2 en 100 hertz. Wij kijken bijvoorbeeld, wij hebben ook heel veel doen bij PlayStationen. En dan heb je ook met FIFA dat het gewoon veel lekkere, soepeler loopt allemaal. Jongens, ik ben nog steeds zo blij met deze tv. Echt niet normaal. Deze gaan we ontkoppelen en wij gaan eventjes naar Bravia Core. En dan gaan we een goede film uitzoeken. En dan gaan we weer lekker op de bank zitten en weer een film kijken. Het is genoeg geweest. Het is klaar. De film is afgelopen. Het is klaar. Het is helemaal klaar. Het is 11:30. Laten we lekker gaan slapen, Wim. We gaan lekker slapen. Kom. Hey Google. Doe alles in de woonkamer uit. Goed, ik doe 5 dingen uit. Goed. Willem gaat hier slapen, maar ik... Auw, oh, zo. Hey Google, zet alle licht in de woonkamer aan. Huh? Waarom doet hij het bij mij nog niet? Hey Google, zet alle licht in de woonkamer aan. Goed, ik doe 3 lampen aan. Kijk. Zo, ik heb pijn aan mijn rug, aan mijn onderrug van vanochtend, omdat we gingen deadliften. En ik heb al heel lang niet meer gedeadlift, dus ik heb echt wel een beetje spierpijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat morgen gaat. Wil, die wil morgen met mij hardlopen. Maar ik weet niet hoe dat, of dat gaat lukken, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie naar deze video hebben gekeken. Ik ga lekker mijn bed in en ik ga morgen even mijn baard afscheren, want die is echt veel te lang. Maar goed, vonden jullie het nou een leuke video? Laat een duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreken jullie later.